Ja, het was, ik had toch wel wat zenuwen natuurlijk, maar het was ook, ik was ook wel heel blij toen ik Carolien gewonnen had. Deze namiddag, dus daar heb ik, ben ik ook zenuwachtig voor geweest. Maar het was, ja, ik ben zeker en vast wel zenuwachtig geweest voor mijn wedstrijd. Was dit nu de ideale wedstrijd, de ideale tegenstandster om de draad weer op te pikken na die twee maanden? Ja, ik denk dat ik op dit moment niet te veel naar mijn tegenstanders moet kijken. Ik moet gewoon op mijn eigen spel focussen en op hetgene focussen wat ik moet doen op de baan. En wat ik moet doen buiten de baan, bij mijn verzorgen, zorgen dat die pols op altijd morgen blijft. En dat is op dit moment het belangrijkste. Maar bij elke wedstrijd die ik dit seizoen op meenemen, is een bonus. Was je nu nog voorzichtig met die pols of heb je het gevoel dat je echt voluit bent kunnen gaan? Ja, ik ben voluit gegaan. Dus dat was ook wel iets van, ik wou niet meer op de baan staan met in het achterhoofd dat ik voorzichtig moest zijn met die pols. Dat heb ik hier tweetal jaar geleden wel gedaan. En ik heb hard gewerkt de laatste aantal weken en heel intensief met op die pols gewerkt. Dus daar zou ik normaal geen problemen mee van hebben. Nu, die toernooi wordt een beetje geteisterd door opgaves. Je ziet heel veel speelsters met ingedrukte benen, enkels, polsen. Hoe wordt daarop gereageerd in de kleedkamers? Wordt daarover gepraat? Ja, toch wel een klein beetje, denk ik. Gewoon omdat het wel heel veel vragen gesteld wordt over de Europese, denk ik. Omdat ze willen weten, ja, is het seizoen te lang en zo. Maar op dit moment laag ik daar niet over. Dus ik heb een lange break gehad, een aantal maanden geleden. Ongewild wel, natuurlijk. Maar voor mij is het, ik ben nog fris op dit moment. Het is natuurlijk wel zo dat veel meisjes van Sinksen wel bouwen zijn die wat geïnteresseerd zijn. Maar dat onderwerp is sport, hè. Dus dat is de rust, die gebeuren niet gewoon. Gezond blijven, dan zien we je morgen weer. Kim Kleister. En dames en heren, zo meteen ook. Niet nadat we eerst afscheid hebben genomen en tot morgen hebben gezegd tegen Kim Kleisters. Over een tiental minuten, als de baan even geveegd is, dan kunnen we aan onze tweede wedstrijd van de avondsessie beginnen. En dat is een wedstrijd tussen Aravan en Red.